Goed dat je kijkt naar een nieuwe Aan tafel met. Vandaag aan tafel met Julian Lelieveld. Goed dat je bent. Hoe is het met je na een druk paasweekend met twee wedstrijden? Ja, eerste wedstrijd was natuurlijk verschrikkelijk. En dan moet je het weekend snel herstellen voor de tweede wedstrijd. En die resultaat was goed. Inzet was goed. Spel was nog niet super. Maar 3 punten waren even het belangrijkste. En vrijdag, ondanks het verlies, wel een bijzondere avond. Ook met de actie voor Sam Vijverberg. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik denk dat dat het enige positieve van de avond was voor ons. Dat we daar ons steentje hebben kunnen bijdragen. En dat was gewoon een hele mooie actie. Mooi dat de club zoiets doet. En nu hopen dat mensen toch nog tips hebben en dat het opgelost kan worden. Ja, uiteindelijk naar maandag toe. Jullie hebben gewonnen, de punten 1-0 gewonnen. Hoe kijk je daarop terug? Het was, zoals Jonathan Opoku zei na de wedstrijd, het was eigenlijk weer een beetje, we deden het weer samen. Voelde jij dat ook zo? Ja, ik denk dat vanaf begin af aan wel iedereen echt de overtuiging had om hier om te gaan winnen. Wat ik zei, het veldspel was niet denderend, maar het was wel dat iedereen voor elkaar door het vuur ging en... Ik denk dat we redelijk betrouwbaar waren achterin en wel redelijk wat kansen hebben gecreëerd. Rodi die 2-3 goede ballen pakt, dus ik denk dat dat allemaal wel redelijk positief is. En dat gevoel samen, hoe ga je dat vasthouden, de rest van de komende wedstrijden? Ja, hoe je dat echt vast gaat houden is natuurlijk lastig te zeggen. Ik denk dat die 2-3 wedstrijden was het gewoon iets minder, maar ik denk niet dat we het tenminste, dat iemand het expres heeft laten lopen of zo. Dus alleen, dit weekend hebben we wel goed met elkaar gesproken. En heeft iedereen wel gezegd van onze kwaliteit was juist altijd dat we het met z'n allen deden. En dat we heel stabiel waren en vanuit daar gingen scoren. Dus ik denk dat we met z'n allen wel beseft hebben dat we dat weer moeten gaan doen. En ik denk dat we vanuit daaruit gewoon verder moeten gaan. Ja, dat is al zondag tegen Go Ahead Eagles. De laatste keer op de Vijverberg was in 2019 in december. Toen een prachtige goal van Elmo Liefding, toen helaas nog voor Go Ahead. En uiteindelijk de gelijkmaker 1-1 van Ralf Seuntjes op een volle Vijverberg. Hoe erg ga je dat publiek en die supporters missen bij zo'n wedstrijd tegen Go Ahead? Ja, ik denk dat je het elke wedstrijd mist. En dat is al vaak genoeg gezegd, maar ik denk... Graafschap Go Ahead is toch nog altijd extra beladen, twee felle supportersgroepen. Dus ja, dan is het natuurlijk wel extra jammer dat er niet is. Je hebt gespeeld bij Go Ahead. Toen speelde Graafschap in de Eredivisie en Go Ahead in de Eerste Divisie. Maar werden toen verhalen verteld over die wedstrijden? Want Go Ahead heeft natuurlijk PEC, maar ook de Graafschap als rivaal. Werd daarover gesproken? Bij ons jaar bij Go Ahead, toen speelde Twente in de keukenkampioen divisie en dat is dan nog meer een derby van oud, zeg maar, voor Go Ahead dan Graafschap. Ik denk dat de Graafschap meer de laatste jaren, met de rellen die op het veld zijn geweest, dat het daardoor extra beladen is geworden. En daar werd natuurlijk wel eens over gesproken, maar niet extra, omdat dat kwam ook denk ik omdat Graafschap toen in de Eredivisie speelde. Ja. En wat is dat voor club als je ook naar zondag gaat? Ken je daar nog spelers die daar spelen? Heb je daar nog onderling contact mee naar zondag toe? Ik ken Jeroen Veldmaten, Sam Beukma en Jay Gorter, de keeper. En dan spelen Martijn Berde en Boyd Lucassen van Vitesse ken ik hun nog. En die zijn daar toen heen gegaan. Er zijn wel wat jongens die ik ken en natuurlijk de mensen eromheen zijn wel redelijk wat dezelfde gebleven. Dus... Ja, dat is altijd wel leuk. En heb je dan ook contact naar zo'n wedstrijd toe of dat niet? Misschien wel eventjes en niet altijd of zo. Maar meestal 1-2 mensen van... Maar meer van de omheen dan echt van de spelers, denk ik. Ja. Go Ahead die wint afgelopen maandag van NAC met 1-0. Ze hadden eigenlijk de hele wedstrijd overwicht. Aanvallend ook goed. Jullie hadden het knap lastig bij NAC. Hoe kijk je daarnaar? Wat verwacht je daarvan? Natuurlijk, tweede helft hadden we het lastig bij NAC. Eerste helft hebben we denk ik ook gewoon een redelijke pot gespeeld daar. Maar je kan niet ontkennen dat Go Ahead het gewoon heel goed doet. En ze staan gewoon echt super stabiel, ook met hun aantal keren een nul. Dat is denk ik gewoon extreem knap en dat doen ze wel met z'n allen. Maar ik denk dat wij gewoon vanuit,
van onze eigen kracht moeten uitgaan. En dat is wat ik net ook zei. Dus ja, we moeten niet te veel naar Go Ahead kijken. Maar zij doen het natuurlijk wel heel goed dit jaar. Ja, en waar voetballend, waar leg je vooral de focus op aankomende zondag als je tegen zo'n ploeg speelt? Ja, ik denk dat het belangrijkste is dat je hun niet in hun kracht laat komen. Zeg maar dat je, omdat zij waarschijnlijk iets in gaan zakken en dan vanuit de counter heel gevaarlijk kunnen worden. Maar ik denk dat je daardoor wel, ook als wij de bal hebben en de kansen moeten gaan creëren, wel altijd goed moeten staan, verdedigend. Zeg maar in de restorganisatie. Want daardoor haal je wel het meeste gevaar bij hun eruit en natuurlijk de spelervattingen. Maar ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, en in aanvallend opzicht voor jullie zelf of voor jou verdedigend. Je doet het hele seizoen goed mee vanaf de rechterflank. Hoe kijk je naar je eigen spel voor zondag? Ja, dat is, zij maken het natuurlijk wel extreem klein. Dus dan wordt het wel de ruimte zoeken. Maar ik denk dat we ook wel met voorzetten kunnen gaan werken. Voelt het als het begin van de belangrijkste maand? Nou ja, nu komt de periode waar je echt onder prijzen gaat spelen. Zeg maar. Hiervoor was het allemaal voorbereidend werk. En nu wordt het echt verdeeld. Dus het is wel natuurlijk een hele belangrijke maand. Ja, en kun je voor jezelf, hoe ga jij met die spanning om? Ja, ik probeer gewoon elke wedstrijd zo goed mogelijk te spelen. En mijn steentje bij te dragen. En meer dan je best kun je niet doen. Dus ik probeer er altijd gewoon zo nuchter mogelijk in te blijven. Nuchter naar zondag toe. En hopelijk 3 punten. Bedankt voor het kijken en volg vooral op zondag onze social kanalen weer en volg de wedstrijd. Dankjewel, tot de volgende keer.